Het zit hem in de details, al zou je dat niet zeggen bij zulke grote zandsculpturen als er nu in de Prins Bernhardhoeve in Zuid-Laren gemaakt worden. Bezoekers zijn onder de indruk. Onvoorstelbaar dat je dat in zand kunt maken. In de aanloop naar de expositie De Hondsrug Verbeeld kunnen bezoekers de kunstenaars aan het werk zien. Het geeft toch altijd een soort van extra kick, zeg maar, als het publiek is die naar je werk staat te kijken. Je krijgt meteen reacties. Dus het is echt, zeg maar, ook de performing van ons werk. Hè. Je maakt iets en je hoort meteen een reactie. En dat geeft een soort van interactie teweeg. Ja, dat is fantastisch. En dat hebben we hier vandaag. Dat eerste bezoekje smaakt naar meer. Maar nou, we zijn op plan om weer terug te komen. Helemaal avonds. Ja, het ziet schitterend uit. Ja, het is echt prachtig. Nou ja, we willen natuurlijk een hele route in kaart brengen. Wat te maken heeft met de Hondsrug. Ja, natuurlijk heb je natuurlijk in het begin heb je de ijstijd, je hebt de gletsjers, je hebt dan op een gegeven moment de jacht op de wolharige neushoorn, de mammoet die daar ligt. En dan kom je door het Trechterbekervolk heen en dan kom je langs het meisje van Ide en de prinses van Zwelo. En dan kom je bij de hunnebedden. Ja, wie hebben nou de hunnebedden gemaakt? Ja, dat zijn natuurlijk Ellert en Brammert. Die zijn natuurlijk flink mee bezig geweest. Of is dat een mythe? Dat weten we natuurlijk niet. Niet voorstellen zo mooi. Maar al dat moois wordt in september weer platgewalst. Ja, dan hoort het gewoon niet eenmaal bij. Hè. Dan wordt het gewoon weggehaald. Maar dat is ook alweer het leuke daarvan. Ook is een beetje de dramatiek, zeg maar, van mensen die daar komen kijken. Die zijn helemaal verwonderd. En denken bij zichzelf, ah, maar ja, zonde dat het weer weggaat. Ja, inderdaad. Maak een mooie foto, zeg ik dan. De zandsculpturen van De Hondsrug Verbeeld zijn vanaf 10 mei tot en met september te bezichtigen.